Stoere mannen en vrouwen in leren jekken. Ronkende motoren en tranen. Dat is de herdenking van motorrijder Pras, die maandagavond omkwam bij een ongeval. Dus we zijn een broeder kwijt, die is gevallen. Dus zo doen wij even voor onze kleine herdenking, om het zo maar te zeggen. Vanaf het Zilverstrand rijden zo'n 200 motoren naar de plek van het ongeval, aan de Spectrum Dave in Almere Buiten. Daar sluiten nog meer mensen zich bij de groep aan. Er worden bloemen gelegd en Pras wordt herdacht met stilte en met applaus. Voor zijn motorvrienden is de grote opkomst belangrijk. Waanzinnig, ja. Kippenvel de hele tijd, vanaf begin tot eind. Is dit ook een steun voor jullie allemaal? Absoluut, absoluut. Ja, we zijn een hechte groep en... De groep motoren wordt steeds groter, motorrijders, maar als er eentje valt, dan voel je het direct. Iets moois dan dat ongelooflijk. En dan iedereen die zich gewoon aan de regels hield en geen gekkigheid. Gewoon één familie, nou ja, je ziet het. Dus, heel veel sterkte. Dankjewel.